Omaha Beach. 6 juni 1944. Om precies 6:30 kwamen hier de eerste landingstroepen aan wal. Aan de noordzijde waar ik nu sta kwamen honderden aan wal om vervolgens de locatie hier de Duitse widerstandsnesten in te nemen. Zodat de doorgang vanaf het strand gewaarborgd werd naar het achtergedeelte. Dat is niet waar wij ons op focussen op dit moment. Wij focussen ons op de mannen die de dag daarvoor zijn geland. 5 juni. En wel de paratroopers, airborne. Zijn gedropt achter de linies om de verbinding te maken tussen de beide stranden, Utah en Omaha Beach. Ik ben Remco Meijer, reservist binnen het Korps Nationale Reserve van de Landmacht. Ik sta hier op wel de meest bekende plek waar de airborne zijn gedropt. Ik sta hier namelijk in St. Mary Glace, bekend van de paratrooper die hangt aan de torentop. Rondom dit dorp werd de 101 Airborne Divisie gedropt. Die kennen wij van de tv-serie Band of Brothers. Zij waren op een verkeerde plek gedropt en moesten nog vele kilometers afleggen om hun doel te bereiken. Oké, je bent hier gedropt. Rondom deze locaties 110 airborne. Het is donker, het is 2 uur 's nachts. Je hebt geen idee waar je bent. En je loopt over deze paden. Van alle kanten, iedere hoekje, ieder struikje kan een Duitser zitten. Wat moet er door deze mannen heen zijn gegaan? Het lijkt wel een hel voor ze geweest zijn. Ongelooflijk. Ik loop op een weg waar Easy Company op 6 juni heeft gelopen. Ze kwamen van St. Mary Glace. Ze waren kapot, ze waren vermoeid. En ze kwamen aan in dit dorpje. Dit dorpje bleek ook nog heel belangrijk te zijn, want hier zat het regiment. Hier was hun hoofdkwartier. Ze waren hier, eindelijk konden ze wat drinken, bijkomen. Maar deze rust was van hele korte duur, want wat bleek nou? Dat daar, aan die kant, een Duitse batterij stond. Met 4 kanonnen, bemand door 60 Duitsers. Luitenant Winters kreeg de opdracht om deze uit te schakelen. Hij verzamelde 12 man. Met deze 12 man, alleen met een wapen en munitie, gingen ze de strijd aan. Ze hebben deze strijd ook gewonnen, want het was succesvol. Ze hebben de kanonnen uitgeschakeld, waardoor de stranden niet meer beschoten werden. Meter hier achter stond toen de Duitse batterij. En ik sta hier nu bij de monumenten ere van Easy Company. En zoals jullie weten zit ik bij de Nationale Reserve en zoek altijd een link met andere reservisten. En wat wil nou dat Easy Company, een onderdeel van 101 Divisie, tot 1942 reservisten waren? Dus eigenlijk waren ze ook nader als militair, net zoals ik dat ben. En in 1942 zijn ze bij het reguliere leger getrokken en werden ze airborne. En zo kennen ze ook hier. Easy. Een maand heeft
Easy Company hier om de man die heeft gevochten. Ze startten met 139 man en uiteindelijk waren er 69 die nog inzetbaar waren.